De oorzaak zijn we nu nog een beetje naar op zoek. Dat kan een samenloop van omstandigheden zijn. Het kan mollengaten zijn of graafwerk van muskusrat of iets dergelijks. De aannemer arriveert met groot materiaal en veel voorraad. Als hij gaat graven, wordt al snel duidelijk dat de kade poreus is van veel gangetjes. Later ontdekken we de oorzaak. Er zitten tientallen kreeften in de kades. Dit grote hol kan natuurlijk van de muskusrat zijn. De aannemer plaatst een stalen scherm om grote gravers tegen te houden. Bentonietstaafjes zorgen ervoor dat de sleuf waterdicht wordt.